Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Ja, Melvin Koetsier, 4-1 verloren voor Utrecht. Ja, een mooi resultaat. Ik denk dat we ons uit duur hebben verkocht. En uiteindelijk de uitslag gelukkig niet te hoog hebben laten oplopen. En ik denk dat het mooi is dat we een goal maken. Hè. Dan zie je dat er een beetje sfeer in komt, juichmomentje. 5 minuten daarna even een beetje... Een beetje dat het publiek erachter gaat staan en was al met al een mooie avond. Ja, het was ook live op televisie, dus jullie hebben de huid duur verkocht. En ik denk dat de mensen ook bij Vlagen wel genoten hebben van jullie. Ja, dat hoop ik. Ik denk dat we in de eerste helft voornamelijk aan tegenhouden zijn geweest. Kijk, we hebben wel gekozen om realistisch te gaan spelen, zeg maar. Dus om niet, zoals we soms wel eens doen, druk naar voren te zetten. Want dan is de kans gewoon groot dat je helemaal scheel getikt wordt. En, Jullie stonden heel compact, hè? Ja. Maar ik denk ook dat je dat moet doen. Anders dan, wat ik zeg, tegen zo'n ploeg. Als je ziet hoe hard ze ballen inspelen, hoe makkelijk ze kunnen doorbewegen. Ja, dan word je gewoon weggespeeld. Dus het is alleen jammer dat je... Die penalty nog tegen krijgt voor rust. Dat je niet met 1-0 de rust in gaat, maar met 2-0. Was het terechte penalty in jouw ogen? Ja, ik denk dat 9 van 10 scheidsrechters hem geven. En misschien wel 10 van de 10. Maar ik vind wel dat ze hem altijd heel makkelijk geven. Kijk, Van de Streek was het volgens mij. Die wacht gewoon op het moment. Je ziet hem gewoon 1,5 seconde wachten. En dan laat hij zich vallen wanneer Niek tegen hem aanloopt. En kijk, vanuit mijn eigen oogpunt vind ik hem makkelijk, maar ik denk dat hij 95% van de keer gewoon op de stip gelegd wordt. Wat ik nu ga zeggen, heb je geen boodschap aan, maar ik vond je toch wel de man van de wedstrijd, want je hebt gigantisch mooie reddingen gehad. Ja, voornamelijk in de eerste helft een paar, hè, waardoor je misschien wat langer in de wedstrijd blijft. In de tweede helft eigenlijk niet zo heel veel meer te doen gehad, volgens mij, behalve op die goal na, bal op de paal. En, ja, ik heb weer een paar ballen kunnen pakken, inderdaad. Dus, wat dacht je trouwens met de 3-1? Van het kan nog even? Nou, ik heb eigenlijk 90 minuten lang niet de illusie gehad dat we serieus een kans maakten om te gaan winnen. Daarvoor waren ze gewoon te goed. Je ziet ook dat ze op 3-1 gewoon keurig netjes de bal rondspelen en dat ze voor het resultaat kiezen. Staan niet voor niks vijfde in de Eredivisie, hè? Nee, daarom. Dus alle respect voor hun. Ik hoop dat ze een heel eind komen in de beker. En ik gun ze het allerbeste. En genoten van de sfeer en heb je ook genoten in het veld? Ja, tuurlijk, uiteraard. Kijk, dat gaat nu misschien wat makkelijker omdat je het al wat vaker mee hebt gemaakt. En dan kun je een beetje ahoeren met de Utrecht supporters die dan tweede helft achter je goal staan. En dat maakt het wel leuk inderdaad. Zeker genoten. Ja. Dus al met al een geslaagde avond? Ja, uiteindelijk wel denk ik. We hebben ons uit duur verkocht, dus geslaagde avond. Nou, hartstikke mooi. Bedankt voor het interview en geniet nog even na. Ja, dankjewel. Jullie ook. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.